Yo mensen van de livestream, what the fuck, oké. Nou, in ieder geval, welkom bij weer een nieuwe livestream op mijn kanaal. Ja, je stream is gestart. Ja, we zijn nu live. In ieder geval, yo mensen, welkom bij weer een nieuwe livestream in Mindtopia PE. En vandaag ben ik samen met... Christian. Matthias en Christian. Ja, Matthias is een nieuwe speler op de Mindtopia server. Dus nou. Ja, kunnen nu. Server is een leuke server. Ja, ik ga even kijken hoe het. Wacht even. Ik ga even kijken of de stream nu goed loopt. Ja, is goed. Dus. Er waren spullen bij mij gestolen. Ja, we hebben huizen doorzocht. En het ligt eraan. Welk huis is van jou eigenlijk? Die hele hoge, die houten, maar daar was het niet. Ja, we hebben sommige dingen doorzocht. En we hebben ook mensen geband. Oh. Want we hebben verboden spullen gevonden. Oh. Nou, wij hebben één gevonden met golden apples. Enchantment. Ik had die gekregen voor dekkel. Ja, die heb je gekocht. Die heb je gewoon netjes gekocht. Ja. En nou, er was... Wat was er nog meer gevonden? Ik kijk maar even. Oh ja, we hebben ook een geheime plek, maar gaan we er even heen? Jij niet. Plek. Jawel. Heen, ik loop er nu heen. Oké, wat er is gevonden zijn 6 glowstone, 58 golden apples, 33 coal en nog een 31 coal, 64 beef en 46 beef. Dat ze gevonden. Oh, maar dat was gestolen of gekiept. Ja, waarschijnlijk wel. Maar de winkel is ook nooit open volgens mij, zowat. Ja, maar... Ja, we moeten even kijken... Hé, hey, kijk, hij loopt goed. Of het vak... meer medewerkers hebben en zo. Ja, je... Christian. Ja, nou in ieder geval, we hebben in ieder geval één kijker. Dat is dus mijn vriend naast me. Die zit er ook nog trouwens. Oh, dat is 100 Jam, die nu ook in de server zit. Oh, ja, die zit naast me. Ja, oh, wow. 100 Jam, ik noem hem gewoon even 100 Jam. En ik had even een idee voor een blokkenwinkel. Ja, dat wou ik eigenlijk ook eerst in plaats van een etenwinkel, maar ik wist niet of dat komt. Nou, we willen hier eigenlijk een blokkenwinkel bouwen, waar je dan blokken kan kopen, toch? Ja. En nou... Weet je wat ik zo jammer vind? Nou? Ik had een slime gekocht. Ja? Voor slime blocks. Maakte ik, maar je kan geen slimeblocks plaatsen. Nee, dat is Bandit volgens mij. Zal ik even kijken? Wat ik heb... Ja, je kan niet slime. Je kan... Zo kan dat eigenlijk niet. Zal ik even kijken? Blok slime kan dat ook niet. Ja, ik kan het volgens mij niet. Weet ik niet. Heel veel kan ook niet. Maar hoezo dan niet op een server is dat gewoon of zo? Ja, dat is lead. Dat is gewoon het programma waar we mee maken. Kan dat gewoon niet. Best raar. Ja, sommige dingen zijn echt super kloten, maar het kan gewoon niet. Ja. Yeah. Maar in ieder geval, je kan nu een baan aanvragen bij de gemeente. Ja. Yeah. En ja, je kan een rekening openen voor geld gewoon nog. Geen rekening. Voor je startersgeld en je kan een lening uit... geven, of nou niet de lening uitgeven, maar lening maken. Zoals een gast, die was bezig met het hotel en die had een lening nodig. Ja, ik weet wie dat was, maar is hij al vrij of niet? Is hij al? Ja. Wat is hij? Vrij. Ja, hij is al vrij uit de gevangenis. Maar hij heeft 2 weken gevangenis. Ja, we hebben een kleine, sommige maken we voor uitzonderingen. Dus... Hij heeft in ieder geval aan de bank een schuld van 1,5 miljoen. Een half miljoen. Jezus. Omdat wat had hij gekregen van zo? Nee, hij had... Hoe kom je aan die diamond shovel? Ja, die heb ik gekregen van die gast. Ja, hij deelt ook allemaal dingen uit. Dat is echt super klote. Ja. Want ik moest hem helpen, maar toen heeft hij na niks meer over gezegd. Heeft hij mij mocht gaan houden. Zo is hij. Want daarna zit hij ook in de gevangenis. Kon ik ook niet meer met hem communiceren. Ik heb Milde Heta niet meer gezien. Nee, dat kan wel kloppen. Maar in ieder geval... Van jou geven? Ja,
Ja, kan. Wat je wil. Ja, ik wil hem ook wel houden, maar ik weet niet of dat mag. Wat zullen we doen? Kan het, denk je? Wat? Mag hij het houden? Ja. Daar moet je zoveel... Maar dan moet je niet gaan kloten zoals ze plots kapot gaan maken. Nee, natuurlijk niet. Dat heb ik nog nooit gedaan. Oké, okay, weet je toevallig van wie dit huis is? Dat is van mij. Dat zou eigenlijk het trampolinepark worden. Oh, echt? Maar ja, dat kan weg. Kan dit allemaal weg dus? Ja, wel zonder van dat donker, maar ja. Grappig, maar je kan er geen slimes. Ja, dat is jammer. Dat is echt jammer. Want ik had het gekocht, dat dus zei ze wel dat ik kon. Leuk grapje. Ik heb dat gekocht. Zonde, waar heb je dat gekocht? Iemand die OP al, maar ik weet niet meer wie. Michel. Ja. Oké, er was vandaag iets. Volgens mij woont hij in een van deze twee huizen. Ja, we hebben zijn huis. Een van deze gasten hebben zijn huis gesloopt. Hoezo? Oh ja, de Giel Bulder, dat was het. Ja, de Giel Bulder die heeft illegale dingen gedaan. Dus die is geband. Oh, die is ook echt geband? Ja. Perma. Perm. Ja, want hij heeft jou geslagen ten eerste. Zei dat hij nooit... Hij heeft mij 2 keer dood gemaakt. Ja, dus daarom is hij nou geband. Ja, dat is irritant. Ja, de eerste keer dat toen hij je was. Was echt een goede indruk, maar niet heus. Yeah. Maar ja. We zijn nu al live, hè? We hebben nu nog steeds 1 kijker. Dat is Christian. Wauw. Oh, dat is mijn vriend naast. Wauw. Ik kan een auto kopen. Ja, dan moet je naar de winkel gaan. Kan die... Ja, dan moet je wel ergens kunnen laten leveren, hè? Ja. Kan je boven... Ja, boven... Mijn huis is echt lelijk. Waar je nu boven bent, is echt heel lelijk. Ja, maar van binnen ziet het er wel mooi uit. Ja, klopt, maar ja... Oh ja, en trouwens, ik had nog een vraag. Waarom had je dat gestolen? Wat? Dat geld had je toen gestolen. Ja? Waarom? Wanneer was? Waarom? Ja. Nou, ik was al zeg maar net op de server en ik wist helemaal niet hoe dat werkte. Ik had nog met helemaal niemand contact gehad. Ik dacht dat er helemaal nooit iemand op de server zou komen en zo. En ik verveelde me een beetje. En toen had ik dat gedaan. Oh kijk, zo had ik ook gedaan eigenlijk, maar... Oké. Okay. Dus. Ja. Zo, ik zou even het dak dichtmaken. Misschien kan je boven op je dak kan je misschien wel een... Lounge maken of zo. Nee, de auto neerzetten. De auto? Ja. Maar hoe kan ik... Ja, oké, die kan je toch niet gebruiken. Maar het ziet er wel vet uit. Ja. Alleen de auto kan wel even duren. Ik ga wel even kijken. Ik kan je wel even tp'en. Hallo? 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 Ben je er nog? Ja? Wie heeft je laten vallen? Want hij is ook de left the game, zie? Ja. Oké, Buffett scores en ding is weer uitgevallen. Maar waarschijnlijk omdat er... Oh, kijk. Yo. Ja, dus... Ja, je was... je server viel ook in de... Ja. Nou... Ik disconnecte niet. Ik stond er gewoon nog. Nou. Hé, maar van die banner. Zou dat kunnen? OP of niet? Nou, ik denk... Niet dat je gelijk OP, maar je kan wel VIP krijgen misschien. Ja, oké. En als je VIP krijgt dan... Dan kan je... We zijn er nog mee bezig. Oké. Okay. Zit je er al weer in? Ik ben nu bezig met... Het Minecraft. Ja. Ja, er zijn ook mensen die de neppe Minecraft... Die hebben er dus... ja, in de App Store. Daar ga ik nog een keer een video over maken, maar... Oh, en dan? Ja, dan kan je dus gratis Minecraft gebruiken. Maar daar mag ik niet te veel over zeggen. Oké. Okay. Maar ja, ik denk dat de betaalde versie dan toch wel beter is dan de gecrackte versie. Zit je er alweer in? Ja. Ja. Maar jij doet toch op Android? Ja.
hebt zeker ook een 1.2. 1.5. Hoe dan? 1.5. Hoe dan? Ik ben, hoe heet dat? Ik ben beta-versie tester. Ja, ik wist dat ook wel dat ze kon, maar op iPad kan dat niet. Nee, dat is jammer, maar alleen op Android. Maar de volgende update, wacht. De volgende update is echt vet. Ik heb hem al bekeken. Vuurwerk? Je krijgt vuurwerk, je krijgt de boekjes met veren. Zodat je kan schrijven. Cool. Je krijgt een geheel... Dat is 1.2. Nee, 1.5 hoor. Ik heb hem bekeken. Ik heb 5. Oh. 1.5 is dus. Weet ik niet, maar in ieder geval... Ik heb 1.5. Dat is wel een hele vette update trouwens, maar... Ja. Heb je een auto gezien? De golfkarretje? De golfkarretje, die kan misschien nog wel wat minder vanaf, maar... Hij is wel vet. Ja, geniaal. Ik weet niet welke ik zal nemen. Deze is echt heel scheer. Welke? Ja, deze, ja. Nou, we hadden auto's nodig, dus we hadden een paar ideeën. Hallo? Hallo. Wifi is weer uitgevallen. Hallo? Hij staat ook stil. Kut, wifi heeft hij. Bezet. Wacht wel even tot hij mij belt. Ja. Je wifi is echt super slecht, man. Ja. Dat is best irritant. Dat lijkt me ook. Ja. Ja, ik heb een goede wifi. Alleen de i-disconnect steeds. Dat is vrij irritant. Ja, kan. We zoeken nog mensen, maar... Oké. Okay. Misschien heb ik dat nu verpest omdat ik hem had gestolen, had, of niet? Oh ja. Nee, ik denk... Ja. Ik denk dat ik die golfbar neem. Ja? Ja. Kan je betalen? Kan je überhaupt betalen? Ja, makkelijk. Oké. Okay. Ja, ik wou er 2 geven, maar... Oké, okay, geef maar. Als je wil. Ja, oké. Is hier ergens een kist? Droppen. Oh, droppen, maar dat kan niet. Hier. Ja, oké, ik ook. Ik heb ze erin gedaan. Ja, 2 diamonds, dat is genoeg. Dat is voldoende. Thanks. Nou, de golfkar komt zo snel mogelijk jouw kant op. Ja, mooi. Leuk server. Ja, echt? Ja, echt. Mooi. Mooi, daar hebben we de eerste speler. Vertel het ook aan iedereen, want we hebben nog spelers nodig. Ja, ik wil ook wel een shout-out doen, maar voor op een kanaal. Ja, graag zelfs. We hebben namelijk nog een ander kanaal. We hebben, ik speel nu op Minecraft Kid. Daar ben ik nu live op. Maar we hebben ook nog een ander kanaal, dat is... We zijn aan het kijken. Wat zijn? We zijn aan het kijken. We hebben nu 2 kijkers. Ja, we hebben nu 2 kijkers. Maar we hebben ook nog een ander kanaal. Ja? Genaamd Rainbow Gaming XXL. Player to Real World of Fate to join because she is banned. Haha. Ja, Michel, die proberen de Real Builder achter te... Dat was fucking grappig. Lekker voor hem. Lekker voor. Volgens mij heeft iemand die... Oh, wacht, laat maar. Dat is die gebannen gast. En dan zegt hij, waarom ben ik geband? Wie? Felicia. Zo'n nieuwe builder. Zeg maar. Nee, jullie hebben ook in real life, niet? Ja, we willen liever geen namen noemen, maar... Zitten jullie op school of zo? Zat. Denk je dat hij boos is als hij jullie tegenkomt? Nou, ja. Wij hadden een beetje ruzie met hem in real life.
Toen hebben we gezegd van, gast, stop nou. Maar dat wou hij dus niet doen. Dus toen is hij doorgegaan. En toen hebben we gezegd, als je nou het ophoudt, word je gewoon geband van de server. En toen ging hij door. Loopt niet zo goed. Er komt niemand binnen. Nee, maar er moeten ook nog echt veel mensen komen. Dus daarom vroeg ik ook aan jou van... Ja. Maar mag ik dan ook zo'n, hoe heet dat? Dat zo'n bordje komt in de spawn. Warp? Ja, dat. Ja, dan moet je betalen, pannenkoek. Oh, dat is niet. Hoeveel kost dat? Nou, dat is wel wat goedkoper hoor. Dan iets dan normale dingen, maar... Betaal een pannenkoek. Ben jij een meisje? Ik? Nee. Normaal, Christian. Jemig. Dat is een normale vraag, toch? Jezus. Je stond echt bij mij, Minecraft Kid. Je stond vreed bij mij, iets om 3 uur AFK. Echt? Ja, hier zo. Ja, we willen misschien nog wel even een AFK iets. Dat je als je AFK bent, zo voor een bepaalde tijd dat je dan wordt geband. Kom echt gewoon hier. Ja, kom maar aan. Waar moet ik auto komen? Moet ik hem op je dak plaatsen? Ja hoor. Even kijken. Ga je dat gewoon doen met kopie of zo? Nee, we plaatsen hem gewoon. Ik moet elke keer weer heen en terug, want ik weet hem niet meer uit mijn hoofd. Oké, waar moet hij? Zo gooien? Ja, ik plaats hem gewoon. Hij kan niet... Maar je kan ook iets... Je kan ook iets van kopiëren in de... Dat is ook weer iets nieuws, maar ik snap het nog niet helemaal. Wat bedoel je? Kopiëren. Ja, je kan je kopiëren. Zo, jammer, ja. Ik heb geen idee hoe dat zou moeten werken. Ja, mijn vriend die gaat nou eventjes met zijn tablet zit hij er nu bij om te laten zien hoe het moet. Zo. Zo. Een golfkarretje. Is er nou in één keer vanaf rijdt? Alleen ik ben wel bang dat hij gesloopt wordt. Dat hij? Gesloopt wordt. Gestookt? Nee, gesloopt. Door? Er zijn genoeg enters op deze server. Ja, echt super irritant. We proberen zoveel mogelijk mensen te bannen. Maar dat is wel jammer, want er zijn er al niet zo heel veel. En dan degenen die erop komen zijn netters. Yep. Best wel irritant. Hey gast, mag ik eigenlijk vragen hoe oud je bent? Ik ben 11. En jij? Okay. Ik ben 12. In welke groep zit jij? Ik zit in de eerste. Oh echt, al in de eerste? Op je 12e? Ja, nu ga ik naar de eerste. Oh, dat is best vroeg. En ik ben 14. En meneertje naast mij is 14. Oh, jezus. In het tweede. Heb je... Wel leuk dat jullie een server hebben gemaakt. Huh? Wel leuk dat jullie een server hebben gemaakt. Maar met hoeveel heb je deze gemaakt? Nou, met z'n tweeën. Oh, wow. Ja, en support van de kijkers natuurlijk. Ja. Nou, kijk eens aan. Daar heb jij een golfkarretje. Kijk. Prachtig. Wat een mooi ding. Wauw. Oh, wow, dat is een mooi ding. Kan je het kopen in de shop? Nee, dat is jammer genoeg. Nee, de Litra die willen we misschien... Als dat de volgende update van Minecraft dat kan, wil ik eventjes de volgende update... Maar er zijn al Elytra's, maar waarom kan je dan niet in de server? Ja, dat snappen wij ook niet eigenlijk. Minecraft zelf, dat je een server maakt. Ja, ik had altijd een Minecraft via... Ja, maar dit is via Minecraft zelf. Dan moet je een reel aanmaken. Oh, maar dat kost toch geld? Dit kost ook geld? Ja, maar heb ik er wel voor over? Ik heb het er wel voor over. Ik moet gewoon die apps downloaden en dan krijg je dan weer de dingetjes van. Van die credits. Oh, dan ga je gewoon spelletjes spelen en dan krijg je gratis coins voor... Ja. Cards. Ja, oké, dan is het wel makkelijk. Want Android gaat dus allemaal veel makkelijker als op Apple. Ja, nou, je kan het ook voor Apple downloaden trouwens, dat programmaatje. Maar hoe heet dat?
We sturen dat wel eventjes in de chat van de volgende stream. Ja, want we gaan... Wacht, ik heb toch niet echt nodig. Ik ga toch geen server starten. Ja, maar dan kan je wel doneren. Je kan lead CC donaties. Oh. Dus dan kan je dan doneren. Oké, ik zal kijken. Maar heb je dan PayPal nodig? Nee, dat is gewoon gratis. Ja, of je moet het via... Heb je nog geld op je iPad staan toevallig? Oh, zo ja. Dan kan je voor een euro kan je bijvoorbeeld 300 credits doneren. Of voor... Nou, volgens mij voor 5 euro nog wat. Leuk. 16... Voor wie is dit huis? Welk huis? Hier, vlakbij dat... Naast dat huis die gesloten is. Die is van... Hoe heet die ook alweer? Jij. Toch? Nee. Dat is van die, Oh, nee, nee. Dit is van die, gast, deze is van Pieter... Nee. Heet hij ook alweer? Praumsen. Ja. Nee. Ja, die was bij de opening was hij er. Maar we hebben 2 kijkers. 1 kijker weer. Wauw. De server is nu toch pas een paar dagen open? Ja. Ik was er volgens mij de tweede dag al bij. Of de eerste zelf. Maar het is echt een leuke server. Maar ik kom wel heel vaak online, maar dan is er niemand. Ja, vaak is er ook helemaal niemand. Maar kijk, wij hebben ook iets anders te doen in ons leven. Ja. Kom. Als het nu vakantie is, dan ga je soms vervelen. Als je dan niks te doen hebt, dan ga je echt elke half uur kijken of niemand online is. Nou ja, fijn. Zijn, als ik er lang achter zit, ik zit er soms een hele dag achter, gewoon van 's ochtends tot 's avonds. Dan heb ik ook echt niks te doen, maar... Kijk, ja. We hebben een nieuw project, maar je mag dat echt nog niet doorvertellen. Nee, ik zal het echt niet doorvertellen. Oké, doe slash warp minigame. Nee, eens. Ik denk niet dat het werkt. Wat? Nooit. Dat is een random, ja hier, willen we nog een grote minigame gaan maken. Wat dan, voor wat? Misschien... Wat games? PvP denk ik. Met je stuff die, oh, leuk. Die je dus in Mytopia hebt gekregen dus. Maar krijg je dan ook armor of niet? Ja, dan krijg je wel armor. Ik wil checken eventjes dan, of het geluid goed is. Want als mensen dan gaan lieven, dan kunnen ze snel weer terug naar de plek. Bijvoorbeeld supermarkt, ja. En dan hebben ze die armor. Ja, dat klopt. Dat is wel een idee. Maar ik denk dat je banner morgen klaar is, of overmorgen. Zo, dat is snel. Ja, ik bedoel, ik heb toch niet zoveel te, ik heb toch niet zoveel te doen, dus ja. En heb je trouwens een intro? Nee, ook niet. Oh, kan ik ook voor je maken. Dan wil ik wel eens even jouw intro zien hoor, dan doe ik even de stream op pauze.
Oké, wat wij allemaal voor warps hebben zijn... Gemeentehuis, Central Park, politie, beginners, industrie. Wat dan beginners? Nou, dan kon je beginners uit. Ik kan even snel. Oké, de blokshop. Waar? Ja, hier, die zouden toch het daar bouwen. Dat is ook niet heel handig, hè? Hoezo niet? Nou, je maakt nu een stream. En nu weet iedereen dat van minigames. Ja, boeien. Mag ik hier niet wat zeggen? Nee, boeien. Kan ik misschien helpen met maken? Ja, misschien. Als je goed bent, ben je goed in bouwen? Op zich wel, maar moet je wel de tijd nemen. Oké, laten we het van Oakwood maken. Want ik bedoel, die soort flat die ik heb gemaakt, die is echt niet mooi. Ja, maar die heb jij toch niet gemaakt? Die heeft die andere chap gemaakt. Ja, gedeeltelijk. Jongens, ik doe even 6 kill. Zodat ik even... Maar niet mijn stuff pakken. Nee, natuurlijk niet. Eigenlijk. Ik had heel veel stuff in mijn Nee. Ja, maar kijk, opies die kunnen spullen pakken. Want wij kunnen unlimited money cheaten. Ja, oké. Hey, maar nu ligt al je spul daar wel, maar straks gaan mensen daarheen lopen. We hebben ook nog slash... Dan is het gedespawned. Ja, en ik heb ook nog slash kill. Kijk, kan ik het ook? Nee. Ja, maar jij bent geen OP. Wij hebben heel veel comments. Ik kan het wel. Niet mijn spullen pakken. Nee. Jammer. Ja, ik kan wel slash kill gewoon voor jezelf. Oké, ik heb wat even wat hout in de ding gedaan. Voor je. Ik heb even wat hout voor je in het ding gedaan. Maar onthoud het, als je het pakt, mag je het houden, maar je hebt wel kans. Je hebt wel kans. Hoe bedoel je? Je hebt wel kans dat iets kan gebeuren. Maar niks... Ik hoef niet te houden. Nee, niks gewoon. Maar je kan misschien bijeffecten krijgen van het hout. Hoe bedoel je? Je kan effecten krijgen. Nou, je kan gewoon effecten krijgen. Effecten zoals wat? Vliegen. Of blindness. Hoe dan vliegen? Hoe bedoel je? Ja, of je kan in één keer super snel gaan. Dat kan ook. Doorhoud. Ja, misschien. Maar misschien ook andere dingen. Ik snap even niet waar je bedoelt. Nou, je ziet het zo wel. Oké. Ik vind het een beetje eng. Jezus, hoe dan? Kijk, dat bedoel ik. Hoe kan dat? Je krijgt het in één keer... Je krijgt het in één keer random. Ik zei het toch. Elke keer als iemand wat uit de chest pakt, gebeurt dat. What the fuck? Ja, echt fucking raar. Dat doe jij, denk ik. Hoe dan? Wij zijn hier gewoon. Wij zijn er gewoon rustig aan bouwen. Ja. Oké, maar waar komt het? Waar je nu staat. Oh, oké. Hier. Oei. Dit is heel raar. Wat is dit? Ik glitch helemaal. Je hebt mijn scherm is ingezoomd. Night vision. Ja, ik zou even geven. Ik weet niet of je die kan droppen. Je bent gewoon aan het droppen.
Even kijken, splash potion kan je niet verdommen. Ik kan wel een potion naar beneden droppen. Ja, hier. Ja. Ik drop er nog eentje als het goed is. Oh ja, joh. Dan krijg ik gewoon nog de slowness. Ik zie echt niks. Ik kan ook geen eens lopen meer. Dan kan ik helemaal niet meer. Ja, ik weet niet hoe het komt. Echt niet. Dat elke keer als iemand wat aan de chest pakt, gebeurt er dat zoiets. Maar dit is precies niet dan, we hebben het kleinis. En ik kan ook niet meer lopen. Dit is slow, man. Dit is slowness. Wacht, even nieuwe spullen pakken. Ik ga even slash kill doen. Oh ja, het is vet. Ja, ik zei toch, dat is een glitch. Dat doen jullie. Waar zijn mijn spullen? Oké, het was gewoon een beetje AFK troll. Oh. Oh, AFK troll OP fun bedoel ik. Hier, moet je stuff hebben? Ja, ga. Nee, moet jullie allemaal proppen. Nu kan je alles pakken. Ja, ik ben weer... ik word weer getrold. Nee, ik kap er nu, jongen. Christian, die zit... Grap. Ja, dat is een grapje. 100 gems zit een beetje te kloten nu. Ik zit ook weer vast. Huh? Zit hij vast? Als het nou slash fly was, dan vond ik het best. Ja, dat was wel grappig geweest. Maar ze zullen even bezig, jong. Oké, okay, even kap, oké? Alleen nu heb ik geen spullen meer. Ik heb je toch net al die spullen gegeven? Nee, helemaal niks. Nee, ik deed net 6 kill. Ja, toen ging ik dood. Ligt hier alleen 64 hout. Heb je niet je geld nu? Nee. Je heeft jouw geld, dan is het gedienspand heel snel. Ik heb het echt niet. Oh. Doe ik niet. Dat had ik al weer gecheat. Verder niks. Ik ga kijken. Oké, okay, je kan al je geld terugkrijgen. Ik had clonestone. Ik had iets van 3 stacks clonestone. Bankjes. Oké, okay, wij vergoeden het voor je. We geven gewoon 1 stack diamonds en klaar. Ja, maar... Ja, oké. Okay. Alsjeblieft. Ja, dat was, dan heb ik duidelijk tegen hem gezegd dat hij dat juist niet moest doen. Maar was hij OP of niet? Nee. Nee. Want hij zei van wel. Ja, hij doet een beetje stoer. Hij OP was. Oh, maar het is ook echt grote winkel. Jawel. Jullie kunnen lekker makkelijk, jullie vliegen. Ja. Je hebt een verkeerde out, Shaki. Oh, achter je, of Daar ligt het, hey. Achter je. Top. Ik pak het alweer uit de kist. Zo. Heb jij GTA? Nee, ik heb geen PlayStation. Heb je Xbox? Nee, ik mag geen PlayStation, mag ook geen Xbox. Waarom niet? Heb je een Xbox account? Dan word ik gameverslaafd. Oeh. Dat zeggen mijn ouders. Ben jij een als kind? Nee. Ik heb een zus. Hoe heet ze? Alice. Nou, misschien wat voor jou Honor Games. Ze is 14. Oeh. Weet ik veel. Weet ik veel. Kan je foto's sturen? Vraagt die. Ja hoor, straks.
Naar mij. Wel aan het werken. Wel naar de... daar is een goede naam. Christian. Oh ja, schatje. Hij doet het ook nog. Hij doet het ook nog. Ciao. Ze is nu wel aan het werken. Wat? 14 en ze gaan nu al werken? Ja. Waar? Strandtent. Strandtent? Ja, afwas. Zij verdient vriend lekker. Verdient ze goed? Wat? Maar. Verdient ze goed? Ja, 55 per uur. Zo joh, 55 euro per uur. Nee, 5,50. Oh, maar ik dacht dat wel 55 euro per uur. Maar 55 is nog heel veel, hè, voor afwassen. Ja. Maar als je af gaat wassen, is dat 5,55 euro wel veel. Dat doe ik zelfs. Ja. Oh nee, dat moet niet helemaal dicht, dat was de kassa. De meeste baantjes in strandtent met afwassen krijg je 4 euro per uur. Dan doet zij het nog goed met de extra euro. Ja. Ja. Nou, het is toch wel lekker hoor. Wat lekker? Om lekker te verdienen bij een strandtent. Jawel. Oh, wacht. Oh, ook allemaal golden apples zijn weg. Ik had nog 3 stacks golden apples. Ja, ik geef je op zijn minst. Hoeveel zullen we hem teruggeven? Ik geef hem 1 stack. Ik geef je een halve stack nog. Ja, dat is heel goed. We moeten het even binnen bedaar houden, want we kunnen niet aan iedereen's wensen voldoen. Nee, tuurlijk. Ja, daar ligt het. Oh ja, 1 stek is ook genoeg hoor. Niet helemaal dicht bouwen. Oh ja, weet ik veel. Daarom bouw ik net helemaal open. Chap. Oh, ja. Hoeveel ga je doen voor de meeste blokken? Hoeveel verhoudt 1 stack? Ja, we willen even kijken. We willen het niet al te duur doen. Nee. Maar eerst moet je dat toch kopen bij de... Waar je ook de auto's kan kopen daarnaast. Hoe heet dat? Industrieterrein. Industriedepot was dat. Daar kon je het eten kopen. Maar ook blokken toch? Dat zouden we kunnen doen, maar we gaan hier nu een blokkenwinkel maken. Ja, dat had je. Want ik had toen ook daar bij jou blokken gekocht. Komt hier allemaal glas? Ja. Ja? Ja? Ja, die ken je niet. Jezus. Ja, die ken je niet. Jezus. Nee, maar dat is iemand van internet. Van Skype. Ja, daar spelen we een spel mee. Minecraft. Ja, die ken je toch niet? Die woont hier op het IJssel. Wat? Ja, die ken je niet. Godver. Oh ja, de groetjes van mijn vader hoor. Ja, u ook. Groetjes terug. Groetjes terug. Oh, Paul, groetjes terug hoor. Sorry. Pak hem niet. Sorry. Geef niet. Dat is altijd wel grappig. Consequent cultuur. Een leuk grappie. Hé, maar ben je al op vakantie geweest? Ja, al lang. Waar naartoe? Zuid-Frankrijk. Er was toch die branden? Ja, klopt. We zaten elke keer er breed 2 kilometer van die bosbranden vandaan. Zo! Vanaf de camping zag je breed grote wolkenpluimen en zo. Rookpluimen. Het was echt breed veel rook. Oké, okay, ja, het is nog even weg. Oké, okay, we hebben mooi glas erin al. Ja. Wat gaan we doen als vloer? Ik denk... Ik heb al wat. Wat dan? Geen idee. Of kwarts is ook al vet. Ja, we gaan even kijken.
Zo, grapje. Hoe lang zijn jullie eigenlijk bezig geweest? Met de server? Ja, om deze server te maken. Even één ding, we hebben nog maar één kijker en de stream die loopt totaal niet goed, dus ik stop er nu mee. Maar